Nou, Dat dat moet gaat. zijn, dus dat moet je blijven doen. Nou, dat niet. Gisteren afgestudeerde fietsmensen. Oh ja. Gisteren in de luchtje van afgestudeerd in de Haagse collega's in de glazen zaak. Oké, dames en heren, excuus voor de technische vertraging, vertraging door technische problemen, maar inmiddels is het gelukt. Welkom bij de Sjoerd Precaire Wat. Welkom zowel onze fysieke aanwezigheid vandaag, dat is verdubbeld sinds vorige keer. Dus dat is een enorme verbetering. Welkom bij... op dit moment alleen hebben we hier een groep heren. Dames zijn ook welkom fysiek. De volgende week, de volgende keer van wie wil komen. Ook welkom alle aanwezigen via het ouderwetse medium Zoom. Wat inmiddels ouderwets zou moeten zijn, toch? We kunnen weer fysiek aanwezig zijn. Maar we gaan onze shiora doen vanavond. Geven, leren samen. Precaire Wot, we zijn in hoofdstuk 6, Mishnah 3, en daarvan gaan we vandaag het tweede deel doen. Voordat we beginnen, is verzocht dat we de Shiur in gedachten hebben. Le'ilui Nishmat Makluf ben Yehoshua en Rachel bat Abraham. Mishnah 3. Even tevoorschijn halen. Oké. Dan, als het goed is, hebben we het nu. Waarom lukt dat niet? Ja, beter. Ja, maar de bedoeling is dat je... Oké, dan moet het op die manier doen. Niet helemaal handig, maar even kijken. Nog een keer zo. Ja, ik ga hem snel even herhalen. De vorige week al hebben geleerd, maar... Hallo met me, ga weer op perk. Er gaat o halaga, er gaat o pasuk, er gaat o dibur, er gaat o afilu ot er gaat. En we gaan vandaag bij deze woorden, afilu ot er gaat, zelfs één letter zullen we straks speciaal bij stilstaan. Tsarich lin hagbok kavot. Laten we de vertaling. Wie van een ander één hoofdstuk, of één leerstelling, of één vers, of één gezegde, of zelfs één letter leert, moet hem eer bewijzen. Zo vinden wij immers bij David, koning van Israël, die van Achitofel slechts twee zaken geleerd had en hem daarom al zijn leraar, vriend en vertrouweling noemde. En dan kregen we de zin waar we dat van leren. Shene en Mar, we ata enos keerki alufi ume judai, alot varim kal vachomer. Uma David melech Yisrael shalolamat me Achitofel ela shnei dvarim bilvat. Kerao, rabo, alufo. Ume Judao, alomet mechavero, perek echad, o halacha echad, o pasuk echad, o dibur echad, o afilo ot echad, al achad kama ve kama, ve kama, shetzarich linhag bo kavod. Dan terug naar de vertaling. Nu ligt hier dus de gevolgstrekking
Ivriet is dat kalvagommer. Kalvagommer is een logische beredenering voor de hand. Wanneer David, koning van Israël, die van Achitofel slechts twee zaken geleerd had, hem daarom reeds zijn leraar, vriend en vertrouweling noemde, hoezeer is dus iemand die van een ander een hoofdstuk, leerstelling, vers, gezegde of zelfs maar één letter leert, verplicht hem eer te bewijzen. Dus dat is deel 1, de algemene stelling van de Mishnah. Dus als we vorige keer al bij stil hebben gestaan, uitgebreid, twee dingen die David van Achitofel heeft geleerd over om niet alleen te leren en niet alleen te davenen. Bij stilgestaan wie Achitofel was. Achitofel was zijn raadgever in eerste instantie, maar die zich later heeft aangesloten bij Afshalom, de zoon van David, die in opstand kwam tegen koning David. Dan het laatste stuk van de Mishnah. Daar gaat de Mishnah in op eigenlijk, wat bedoelen we met kavod? Wat is nou echt kavod eer? En dan zegt de Mishnah, zegt telkens Mishnah eigenlijk, moet ik zeggen, bereita, wat bij de inleiding van het zesde hoofdstuk hebben toegelicht, waar we nu niet erop terug gaan komen. Moet ik het wel vinden? We een kavot ella turashene emar kavot chachamim yinchalu utmimim yinchalu tov. We een tov ella turashene emar kilekach tov natati lachem torati al ta'azov. Komen we bij. Er is ook geen andere eigenlijke eer, volgende bladzijde, dan die welke op Torah berust. Zoals is gezegd, eer verwerven de wijzen en de volmaakte verwerven het goede. Dus er staat, wie verwerft eer? De wijzen. En wat is, ze verwerven wat? Het goede. Dus de wijzen, de chachamim, zij verwerven eer en het goede. En we gaan de volgende zin zien. Op de goede wordt de Torah mee bedoeld. Dus het eer wat zij verwerven, het goede, en dat is de Torah. Daarmee zegt dus de Mishnah, de kennis, de studie van Torah, het bijbrengen van Torah, dat is de feitelijke kavot, de feitelijke eer. We zullen daar zo meteen op terugkomen, dat even wat uitgebreider toe te lichten. Ook het ware goede is niet anders dan de Torah, zoals gezegd is. Want een goed deel geef ik u, verlaat mijn leer niet. Dus het wordt het tof goed, de leer van Torah, wordt in die zin dus bij elkaar gebracht om te zeggen, wat bedoelen we met lekker, toch het goede, daar bedoelen we mee de Torah. Een aantal punten die we vandaag onder de aandacht gaan brengen, is... We gaan, zoals we wel vaker doen met Pirkei Avot, net als we bestuderen, zoals de Mishnah dat vertelt, en dat verder uitdiepen, maar ook sommige punten kunnen we ook los behandelen. Je hoeft het niet in de gehele context te passen, maar ook het punt één voor één, op een bepaalde woord uit de Mishnah dat te behandelen. Waar we eerst bij stil willen staan, is wat is dat Ot Achat? Als je zelfs één letter van iemand heb geleerd. Nou, ik kan zeggen, eenvoudig weg. Je leert een letter. De letter Alef, bijvoorbeeld. Of de letter Bet, of de letter Gimmels. Een letter van het alefbet. Heb je van iemand, dus al is het slechts één letter, dat je dan kavot moet geven. Komt wel gelijk een vraag waar we later op terug gaan komen, is eigenlijk de beredenering in de Mishnah klopt niet. Wat zeggen we? Je moet, zelfs als je slechts één letter geleerd hebt van iemand, zelfs één leerstelling, moet je kavod geven. Van wie leren we dat? Van wie leren we dat in de geschiedenis, dat je kavod eer moet geven? Leren we van koning David. Want koning David gaf eer aan Achitofel. En de beredenering is, maar wat had hij geleerd van Achitofel? Eén of twee dingen? De Mishnah zegt twee, slechts twee dingen, dus twee dingen. Want dat klopt eigenlijk, als het baseren op koning David, dan zou het moeten zijn. Zoals je twee dingen van iemand leert, misschien slechts twee letters of twee leerstellingen, moet je kavod aan deze persoon geven.
Hoe zien we dat? Want koning David gaf aan Achitofel, ondanks de geschiedenissen, noem maar op, hij heeft twee dingen van hem gered, gaf hij hem kapot. Maar de redenering in de Mishnah klopt niet, want de Mishnah concludeert dat zelfs voor één letter of één leerstelling moet je kapot geven, maar dan is de bron van koning David toch niet correct? De vraag duidelijk? Ja. Okay. We gaan de vraag niet direct beantwoorden. We gaan eerst wat uitgebreider bij een paar punten stilstaan, dan komen we daarna op terug. Dus eerst terug, wat is nou die ene letter? Als iemand mij één letter heeft geleerd, moet ik hem eren, zoals net gezegd, moet ik hem kabot geven, want hij heeft mij iets geleerd. Moet ik dankbaar zijn? Goed, klopt. We kunnen het ook een stapje verder nemen. Om te zeggen dat het is een losstaande letter. Iemand leert misschien iets heel kleins aan jou, iets zeer beperkt. Maar als iets heel klein is of heel beperkt in omvang, is dat inderdaad slechts iets heel kleins? Of al heeft iemand jou slechts iets heel kleins geleerd, letterlijk één letter geleerd, maar is het gegeven dat je één letter van iemand leert, brengt dat niet veel meer met zich mee? En als het veel meer met zich meebrengt, dan is die letter dus veel meer waard dan slechts één letter. En als we letterlijk gaan naar Torah-studie, daar zien we dat voorbeeld. Want in Torah is één letter van hele grote waarde. Waarom is zelfs één letter van hele grote waarde? Er staan in de hele Torah iets van 600.000 letters, maar 600.000 zielen bij Har Sinai, dus één letter zou ook kunnen staan voor één ziel. Avraham Yitzchak suggereert, staat geschreven dat de letters die in de Torah staan geschreven, komen overeen met het aantal zielen, de shamot, die bij Matan Torah, bij het gegeven van de Torah aanwezig waren. En dus als je dus daar één daarvan ontbreekt, dan ontbreekt het in het geheel. Ik zou het een stapje verder willen nemen. Praktisch gesproken, als er slechts één letter van de Torah ontbreekt, is de Torah niet geschikt. Dan mag je het niet gebruiken om uit de Torah te lezen. Dus die ene letter is van groot belang, gewoon op de of de Torah wel of niet geschikt is, kasher, om uit de Torah voor te lezen. Maar het gaat verder dan dat. Een letter is van grote betekenis. Ik neem even een tekst, in het Nederlands, wat erbij, om even dat voor te lezen. Als we dan gaan naar bladzijde, nog een kopie? Nee. Als we dan kijken op... Ja, ik zit te kijken, 169. En dan zien we linksonder, of zelfs maar één letter. De Lashon Kodesh. De Hebreeuwse taal is zo precies, dat de manier waarop wij zelfs één enkele letter uitleggen, van beslissende invloed is op ons begrip van een hele zin of een geheel onderwerp. Als je een losse letter in het Nederlands hebt, één letter maakt weinig verschil. Ja, natuurlijk, als een letter uit een woord niet compleet is, is het woord niet compleet. Maar in het Ivriet kan één letter aan een bestaand woord een verschil maken. In het Hebreeuws worden lidwoorden, voorzetsels en verbindingswoorden door één enkele letter weergegeven. De wijs, het getal en het geslacht worden aangegeven door de verandering in enkele letters, letter of letters. Neem dan bijvoorbeeld de letter Vav, verbindt twee onderwerpen. Zegt Oe. Aan een woord toevoegt, oe en, dan verbindt het twee onderwerpen. In het Nederlands heb je een woord nodig. In het Engels heb je een woord nodig. In het Ivriet is die ene letter, die staat dan niet eens los. Hij wordt verbonden aan een woord. We gaan zo meteen een voorbeeld daarvan tonen. Dan verbindt het twee onderwerpen. Dus het ene onderwerp wordt door het andere beïnvloed. Ziet dan het ketubot. Er kunnen enorme verschillen optreden door verandering van slechts één letter. Samenvatting van Aram al-Shakar, Tiferet Yisrael en Rav Shamson Rafael Hirsch. Laat ik daar een voorbeeld van tonen. Een blikje. Nou, vraag ik jullie even om te delen. Ik heb een vergissing aan te kopiëren. En dan gaan we
even hier een nieuwe tekst naar voren brengen. Deze. Hier zien we uit de tekst de Parasha Mishpatim in de Torah. En daar staat, voor degene die het Ivrit kunnen volgen, we ele ha-mishpatim asher tasim lifneihem. We zien dus de waaf, we ele. En, dus in het Engels is het een heel woord, these are the ordinances that you shall set before them. Dit is de zin in de Torah die begint Mishpatim, waar veel, zal zeggen, civiel recht in die parasha wordt besproken. Schade, voeding, als iemand anders fysiek aanvalt. Regels over huur, als je iets of uitleent en iemand brengt het niet in goede staat terug. Allemaal van, ik noem even een paar punten uit de Parasha Mishpatim. Dan staat er dus, Moshe krijgt de opdracht van God en dit zal je dus voor hun, voor het volk, als het ware neerleggen. Je zal het aan ze vertellen. Dit is het begin van een sedra, het begin van een nieuw onderdeel. En het begint met we elen. En. Nou, je ziet het is slechts in het Ivriet één letter. Als er had gestaan, en dat is voor de hand liggend, God geeft Moshe opdracht, de volgende regels, de volgende wetten, in dit geval is de civielrechtelijke uitspraken, zal je aan het volk leren onderwijzen. Waarom die waaf? Wat betekent en? Is niet, dat, je hoort niet een toespraak of een opdracht te beginnen met en. Nou, de parasha die daarvoor komt, is de parasha van het ontvangen van de Torah. Waar we de Torah ontvangen. Het einde van de parasha van het ontvangen van de Torah spreekt over het Mizbeach. Opdracht tot het plaatsen van het bouwen van een altaar in het Mishkan, een tabernakel, en later in het Beit HaMikdash, in de tempel. Kijk, we zullen nu alleen de Engelse tekst nemen. Dus Rashi, klassieke verklaring op Chumash, legt uit in de volgende tekst. And these are the ordinances. Wherever it says these in the Torah, dus als er alleen zou staan ele, it, this word, is used to separate from what has been stated previously. Dus als er begint ele, dit, heeft het geen verband met wat er eerder geschreven staat. Dat is een nieuw onderwerp. Maar where it says and these, it means that it is adding to what has been previously stated. Dus we, it is een vervolg. En het voegt er iets aan toe. Thus, wat in dit geval komt de waaf ons vertellen? Just as what has been previously stated, namely the Ten Commandments, were from Sinai, these two were from Sinai. Punt 1. Vorige parasha sprak over de 10 geboden. Die heeft het Joodse volk ontvangen op de berg Sinai. Dat hebben ze gehoord, ze waren daarbij aanwezig. Nou komt Moshe 40 dagen later, een excuus, 40, want het liep niet volgens plan. We waren een lastig volkje. Dus Moshe moest, we hebben een gouden kalf gemaakt. Dan moest Moshe nog 40 dagen de berg op om vergiffenis te vragen. En nog 40 dagen de berg opnieuw op om een nieuwe stenen te brengen. Opnieuw de stenen tafel, een nieuwe set te brengen van God. Dus na 120 dagen komt Moshe terug. En hij gaat nu uitleg geven. Hij gaat heel veel dingen vertellen. Waaronder dus de regels die hier in deze parasha volgen. Het civiel onderwerp over civiel recht. Vanuit, is dat ook van God? Of is dat Moshe als heel knap, intelligent persoon die misschien de opdracht gekregen heeft van God om ook een rechtssysteem op te zetten? Want anders heb je natuurlijk geen maatschappij. Als je geen goed rechtssysteem hebt. Maar is dat van God? Er zit geen religieuze kant aan. Zit er een religieuze kant aan als het gaat om als ik een voorwerp of een dier uitleen aan mijn buurman en het dier sterft daar? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wie moet betalen? Moet hij mij betalen of niet? Zit er een religieuze kant aan? Toch niet? Dus misschien heeft dat niets te maken met God en heeft God de opdracht heeft gegeven aan Moshe om regels te maken. Daar komt die waar. And. Dus ook deze regels zijn van God afkomstig. Al zijn ze niet, zeg maar, rituelen, mitzvot in de zin dat je zegt, er zit een bepaalde religieuze gedachte achter, maar ook deze zijn van God afkomstig. Dat vertelt ons de letter waaf. Dus slechts één letter verandert iets fundamenteels, of geeft een uitleg, fundamentele uitleg over wat is de betekenis van al die tientallen regels
die in die parasha en ook elders, die onder civiel recht vallen, Joods civiel recht moet ik dus zeggen, wat is de afkomst, wat is de bron? Dat is één. En gaan we nog verder. Now, why was the section dealing with laws juxtaposed to that section dealing with the altar? Want het tweede onderwerp van de vorige parasha was de altar, het altaar. To tell you that you shall place the Sanhedrin adjacent to the Beit HaMikdash. Of other additions to the altar. Tweede is een praktische opdracht. Wie gaat recht spreken? Dat is het Sanhedrin. Het zal maar zeggen het hoogste rabbinale orgaan wat bestond in de tijd van het Beit HaMikdash. Waar gaat het Sanhedrin zitten? Waar moeten ze verzamelen? Bij het Beit HaMikdash. Want we komen net over het Beit HaMikdash is waar het altaar staat. Okay. Dus hier zien we hoe één letter in het Ivriet, zoals we net de verklaring hebben gelezen, van grote betekenis. Niet alleen kan zijn, van grote betekenis is. Van een enorm verschil maakt in hoe we iets zien of hoe we iets lezen, of feitelijk wat de bedoeling is. Als je daar nog een stapje verder in gaat, is het niet alleen dat de letter Vav ons feitelijk vertelt die regels die in Parashat Mishpatim staan zijn van God afkomstig. Maar je kan het nog dieper zien. De Ve'ele, dus de Vav die dat aan elkaar verbindt, is niet alleen oké, dan is dat zo. Maar dat wil ook geven, wil dus ook aangeven dat in het Jodendom er het één pakket is. Zeg nou, het Jood zijn, de religie, het spirituele, de mitzvot, de opdrachten, de verplichtingen, de verboden. Die hebben allemaal een religieuze, een spirituele betekenis. Dan heb ik het gewone leven. Dat staat er los van. Die waaf zegt eigenlijk ons hele leven is het Jodendom. Dus ook in het civiele recht waar ik helemaal geen band zou zien. Dat de Torah aangeeft, niet alleen Moshe heeft een opdracht om regels, dat er regels moeten zijn, maar die regels zijn van God afkomstig. Wil dus zeggen dat we eigenlijk in het leven, we kunnen het niet in tweeën splitsen. We kunnen niet zeggen, er is een onderdeel is religie en er is een onderdeel tussen aanhalingstekens het gewone leven. Natuurlijk is er het gewone leven. Natuurlijk zijn er delen, is een onderdeel van mijn dag die niet in de zin dat ik religieus in die zin bezig ben. Maar je kan die niet van elkaar scheiden. En dat wil zeggen, dus ook in het gewone leven, en ook wanneer ik bezig ben met niet direct het uitvoeren van mitzvot, maar ook dan is dat ook die onderdelen van het leven worden bepaald door de Torah. Dus ook wat ik ook in het gewone leven wel of niet kan doen, of doe, wordt ook bepaald door Torah. Dus die twee kunnen niet van elkaar, zijn niet van elkaar gescheiden. Komen we terug bij onze vraag. Die kal vachomer. De redenering die we in de Mishnah hadden gehad. Gebracht als David slechts van Achitofel slechts twee dingen leerde, dan des te meer dat wij moeten eren als we zelfs één ding leren. Een scheve beredenering zou je zeggen. Nou, er worden verschillende verklaringen gegeven. Een van de verklaringen die gegeven wordt is dat het gaat niet om het één of twee dingen leren. Het gaat om wie was David en wie was Achitofel. En als we dat dan plaatsen naast mezelf, ieder voor zich, dan zeggen nou, dan kan je die beredenering maken. Dus David was een koning. David was een groot Torah-geleerde. David was in zijn tijd de hoofd van het Sanhedrin.
En wie was Achitofel? Achitofel was een heel wijs man, maar tegelijkertijd was David, sorry, was Achitofel iemand die een totaal verkeerde weg is ingeslagen. Dus als zelfs iemand die van zo'n hoge status heeft als David, een koning, een groot geleerde, erkent dat als hij van een ander iets leert, daar eer voor bewijst, des te meer zo dat ieder, een gemiddeld mens, zullen we maar even zeggen, die van een ander, en als het dan maar één ding, het gaat niet om het één of twee, het gaat om, als ik mezelf vergelijk, de verhouding tussen mij en koning David, en ieder en koning David, en dan van wie leer ik wat het afstand als het ware in niveau of positie tussen mij en de ander is veel kleiner als dat van tussen koning David. En dus op die manier gaat die beredenering om. Dat is één manier om het te verklaren. Een andere manier om het te verklaren is wat we net hebben gezegd. Eigenlijk staat in deze Mishnah één letter. Maar die ene letter is veel meer dan die twee dingen die koning David heeft geleerd. Als we ons beseffen dat in dit geval Torah één letter veel meer in zich heeft dan slechts één letter. Maar daarmee het verlengde daarvan, realiserende dat al leren we soms iets heel kleins. Maar iets heel kleins is niet misschien, is niet per se iets heel kleins. Het is iets wat van grote invloed kan hebben en van blijvende invloed. Dan gaat de redenering wel op. Eén ding kan de basis zijn. Hè? Heel goed. Ron zegt, één ding kan de basis zijn. Ja, heel mooi. Wat is de vertaling van Kalvagommer? Kalvagommer, dat is letterlijk gestaan. En hier in het Nederlands werd vertaald, even kijken hoor. Waar was hij? De gevolgtrekking. Dat is het, ja, maar Lior vraagt, wat betekent nou letterlijk Kalvagommer? Ik zal het even toelichten. Want, letterlijk het woordje kalentivriet betekent licht. Gomer in het Bijbelse ivriet, zullen we zeggen, Toraataal, en of ook in het Talmud gebruik, betekent zwaar. Licht en zwaar. Ik zeg het verkeerd, iets wat licht is zo op een weegschaal, wat zwaar is lager. Als je twee, dus het is een uitdrukking die in de Talmud gebruikt wordt. Als ik iets heel lichts heb, wat naast iets heel zwaar is. En dat ik als iets wat. We hebben niet een goed voorbeeld dat ik even zo 1, 2, 3 kan bedenken. Maar als iets voor iets heel wat iets van minder belangrijke waarde is. Dus wat licht weegt als het ware. En toch ben je voor iets verplicht om dat te doen. Dan iets wat zwaarder weegt, dan ben je zeker verplicht om dat te doen. Dus een beredenering, die een soort logische redenering is. Als je twee dingen naast elkaar neerlegt. Ja, laat ik een. Een kalwagommer. Ja, gewoon een eenvoudig voorbeeld. Als je in aanwezigheid van de koning. Ja, dat was vroeger zo. Dan moest je dus helemaal stilstaan. En je mag niet eens je ogen knipperen. Dat wordt gezien als niet eerbiedig naar de koning toe. Nou, wat vind jij dan? Mag ik dan in aanwezigheid van de koning gapen? En zonder mijn hand voor mijn mond te doen? Wat vind je dan? Zou mogen of niet? Wat denk je? De koning. Je weet het niet, je weet dat je niet mag knipperen voor de koning, maar je hebt niet specifieke instructies gehad of je wel of niet mag gapen in aanwezigheid van de koning. Wat denk jij? Nee. Niet, waarom niet? Omdat dat lichter is dan misschien de koning aankijken. Als je zelfs niet eens mag knipperen, wat eigenlijk iets, ja, het is niet zo opvallend. En het is niet iets wat over het algemeen als onbeleefd wordt gezien. En toch mag het niet in de aanwezigheid van de koning. Des te meer iets wat veel zwaarder weegt. Gapen zonder je hand voor je mond te doen is A, opvallend. B, het wordt ook in een regulier publiek als onbeleefd gezien. Dus zeker dat het dan niet mag. Dat betekent een kalwagommer. Je neemt in plaats iets wat van lichtere waarde is naast iets van zwaardere waarde. En dan is als van iets van lichtere waarde niet is toegestaan, of in een omgekeerde situatie juist verplicht zou zijn, is zeker iets van wat zwaarder weegt. Dat is dus een systeem wat in de Talmud wordt gebruikt. Dat is die beredenering. Oké, gaan we verder. Als het gaat over het bewijzen van eer zelfs voor iets heel kleins. Ik zelf herinner, ik heb jarenlang
heb ik het voorrecht gehad om in New York te wonen. Yeshiva Bachurum daar. Vele jaren ben ik daar geweest. In de yeshiva. En heb ik ook vaak in 770 daar in de grote Chabad Shul bij de Rebbe heb ik mogen zijn. En een van de hele bijzondere dingen waren de verbrengens. Verbrengens zijn de bijeenkomsten waar de Rebbe zit aan tafel. En een groot paar duizend mensen in het publiek. De oudere chassidim zit op achter de Rebbe. En daarvoor vele rijen met banken. En een deel van mensen zitten. En de jongere mensen die staan er allemaal omheen. Grote tribunes. En dat is zo'n verbrengende. Het grootste deel de Rebbe sprak. Torah onderwerpen. Soms actualiteiten. En het werd afgewisseld met tussendoor dat er gezongen werd. Werden nigunim gezongen. Chassidische melodieën. En dan was de gelegenheid om de geheim te zeggen. De Rebbe keek iedereen aan, antwoordde de geheim belivra. Wat ik een paar keer heb gezien, is dat tijdens de verbrenging kwam een oudere man naar binnen. En dat de Rebbe stond op. En de Rebbe bleef zo staan. Tot die oudere man naar voren kwam, dichterbij, zat tegenover de Rebbe. Twee lange tafels waren daar en ging zitten. En de Rebbe ging zitten. Die oudere man ging eerder weg vaak wanneer hij er was. Want die verbrengers gingen soms, gemiddeld volgens mij was het ongeveer 3 uur, maar het was soms 5, 6 of nog meer uren dan dat. En voor die man was het te lang om te zwaar om zo lang te blijven. Want het ging, dus tijdens het zingen stond hij dan op en de Rebbe stond weer op. Tot de persoon niet meer kon zien, dus de ruimte was verlaten. Deze persoon was de leraar van de Rebbe in zijn jeugd. Die in de allereerste jaren met de Rebbe had. Nou moet je je voorstellen. De Rebbe heeft maar een aantal jaren een leraar gehad, want niemand kon hem na een paar jaren zeggen, ja, we kunnen niks meer leren, ik weet meer dan wij weten. De Rebbe's eigen vader, Rav Levi Yitzchak Schneerson, zelf een heel groot geleerde en kabbalist, heeft vele jaren zijn eigen zoon onderwezen. Want er waren verder geen andere mensen die hem hebben, die de Rebbe dus les konden geven. De Rebbe is ook niet naar een school gegaan, het is altijd privéles gehad. Zoveel jaren later, deze persoon, ik weet niet of hij nou de alfabet heeft geleerd, of het begin van het vertalen van Chumash of Mishnah, dat weet ik niet. Maar die kavot die de Rebbe zoveel jaren had, en inmiddels met duizenden mensen, en iedereen stond op, want op het moment dat de Rebbe opstaat, stond iedereen op, want ja, als de Rebbe staat, gaat iedereen staan. Maar dat maakte zo'n indruk. En de Rebbe deed niet om die indruk te maken, de Rebbe deed dat natuurlijk, omdat dat was wat je doet. De Rebbe had ook echt de kavot en de eer en de respect voor hem. Als ik me niet vergis, als ik dacht, dat ging het over deze persoon, maar heel misschien vergis ik me, ik had geen... niet zo even de gelegenheid om dat zeker na te kijken. Als ik me niet vergis, toen deze persoon bij de Rebbe privégesprek was, de Rebbe vroeg hem om te gaan zitten, en die persoon wilde niet gaan zitten voor de Rebbe. Maar de Rebbe zei, ik ga niet zitten als u niet gaat zitten. Toen zijn ze allebei blijven staan, durende het hele gesprek. Dat is echt een voorbeeld van... Al leer je iets heel kleins, dus in verhouding met wat de Rebbe. Uiteindelijk zijn de kennis die de Rebbe had op dat moment. Het is helemaal niet te vergelijken met die eerste paar psukim misschien. Die eerste paar zinnen uit de Torah die de Rebbe van deze persoon heeft geleerd. Maar dat hem altijd heeft aangekomen. Dat is één kant van het verhaal. Niet één kant, om eraan toe te voegen. Wat zien we bij David HaMelech? Het tonen van eer is niet alleen gedurende een bepaalde periode. Wanneer misschien Achitofel nog zijn adviseur is. Of een x-aantal jaren. Maar voor altijd. In het geval van Achitofel was het zo extreem. Zelfs Achitofel, we hebben vorige week de tekst uit Tehillim gelezen. Wanneer David HaMelech Davend in gebed gaat om de bescherming dat hij niet het nare zou ondervinden van Achitofel. En hij klaagt zich naar Hashem hoe extra pijnlijk het is als het juist diegenen die nabij hem staan, degenen zijn die tegen hem in opstand komen. Dus juist in een toestand, wanneer Achitofel ook letterlijk een bedreiging is voor zijn leven,
En dan nog steeds noemt hij Achitofel met bijzondere beschrijving in de vorm van kavod, van eer. Dus daarmee aangevende dat die eer, die kavod die gegeven wordt, is niet iets tijdelijks, niet alleen een bepaalde periode, maar dus altijd die eer te blijven geven en dankbaar te zijn. Kom ik ook even terug op wat ik net vertelde over de Rebbe. Tientallen jaren later, 76, toen ik erbij was, de Rebbe was al in de 80, dus het gaat al 75 jaar later. En nog steeds. Een andere geschiedenis die ik wil delen, uit het boek van Rav Tversky. Hij vertelt over een van de Rebbes van Tzans. En ook daar was er dus een Tish heet dat, dus dat men kwam samen. Tish is letterlijk, Tish is in de Jiddisch tafel, wordt gebruikt wanneer men samen met de Rebbe bijvoorbeeld de Shabbosmaaltijd at en gaan met gezinnen waren erbij en er werd gezongen en er werd een Vartoa, de Rebbe sprak. En daar zat een eenvoudige persoon, kwam binnen en de Rebbe van Tzans riep hem naar voren, helemaal vooraan gebracht, waar de belangrijke mensen zaten en de Rebbe gaf hem alle kavot, alle eer. En na afloop werd er gevraagd, en de Rebbe, mensen kenden hem niet, van nou, wat was de gelegenheid? En de Rebbe vertelde na afloop, dit is de persoon die hem alfabet heeft geleerd. Hij heeft hem het alfabet geleerd, heeft hem leren lezen. Nou, daar was die kabot dus voor. Heel bijzonder, alfabet leren is niet zo ingewikkeld. Iedereen die kan lezen, kan een ander alfabet leren. Toch geweldige eer, geweldige kabot. Nou was het zo dat iemand die, de leraar van de Tzans Rebbe, die hem Gemara, die Talmud heeft onderwezen, die hoorde dat verhaal. En die dacht, ja, dat is toch wel leuk, hè? Toch wel fijn als je dan bij de Rebbe komt. En wel helemaal naar voren, bovenaan mag je zitten. Nou, toen hij dat hoorde, en er was waarschijnlijk niet iemand die regelmatig daar kwam, of überhaupt, dacht, nou, ik ga ook een keer Shabbos bij de Rebbe aanwezig zijn. En ze ging daar naartoe. Niets. De Rebbe bracht hem niet naar boven, niet naar voren, helemaal niets, niet vooraan. Nou, daar was er niet zo heel erg happy mee. Ergens later heeft hij de Rebbe ontmoet en ja, het zat hem toch een beetje dwars, dus hij heeft het aan de Rebbe gevraagd, hoe zit dat nou? Hij had gehoord over die andere man die zelf ook kavot had gekregen. En hij had dat niet gekregen. Toen zei de Rebbe tegen hem, hij zegt, luister, mijn dierbare leraar, u heeft mij inderdaad onderwijs gegeven en daar moet ik u voor respecteren. Maar van de ander heb ik het alfabet geleerd. En hij heeft mij het alfabet zuiver geleerd. De alf was een alf en de bet was een bet en de gimmel was een gimmel. U heeft mij Talmud geleerd, Gemara geleerd. Maar later toen ik zelfstandig kon leren en begrijpen, heb ik gezien dat eigenlijk wat u mij geleerd heeft niet klopte. Dat mij verkeerd heeft onderwezen. Verkeerd heeft vertaald, verkeerde redeneringen, verkeerde uitleg heeft gegeven. Dus die extra kavot die ik geef is aan emet, aan waarheid. Nou, dat was waarschijnlijk iemand die was ingehuurd om te leren, maar die het zelf eigenlijk of niet voldoende tijd had besteed om het om voor te bereiden. En dus eigenlijk gewoon niet de juiste kennis heeft meegegeven. Omdat, nou, waarschijnlijk wilde ze er hebben. De Rebbe zag daardoor de noodzaak niet, weten we niet precies. Maar goed, dat was wat de Rebbe vertelde. Dat is het verhaal. Maar Rav Tversky die beëindigt dat en hij schrijft, zou je zeggen, misschien een beetje opmerkelijk, maar zeg, misschien ligt er een hele diepe boodschap. Dat wil zeggen, als we een ander onderwijzen, letten we op. Aan de ene kant de Mishnah vertelt wat een enorme kavot belangrijk is al zelfs één letter, maar het moet wel emet zijn, het moet wel waarheid zijn. Het moet wel zuiver zijn. En dan verdient het de grootste eer. Op het moment dat we niet zuiver onderwijzen, ik breng misschien wel kennis over, maar het is niet zuivere Torah-kennis. Misschien zit er een klein beetje eigen invalshoek bij, of eigen interesse, of eigen redenering, hoe ik het graag zou willen vertalen. Als het niet tahor, als het niet meer zuiver is, is het dan überhaupt nog een letter? Of het is überhaupt, het is niet eens een letter meer. En soms hadden ze maar een fine line. En soms is dat heel duidelijk zichtbaar waar het verschil ligt.
Ik herinner me een keer gelezen te hebben, en ik kon dat vandaag niet 1, 2, 3 terugvinden, omdat mijn boekenkast is opgeborgen in dozen. Mijn boeken zijn opgeborgen in dozen. Dat we bezig zijn met een verbreding van onze keuken, waardoor de huiskamer dus een metertje kleiner wordt. Dat is echt de versmalling van de huiskamer. Ja, en daarom versmalling van de huiskamer. Dus een van mijn dierbare collega's en ook zwager, mijn katsman, die heeft het voor mij gevonden. En dat is een verhaal. Ogenblikje, moet ik even dat terugvinden, waar ik dat in de WhatsApp-groep, de rabbijnengroep, hebben gevonden. Even kijken hoor, en nog een beetje. In de privé. Nou, waar zit hij? En nog een blikje, dames en heren. Ja. Wordt verteld over de Spallerzede. Werd genoemd de Spallerzede, was een groot chassidische rebbe. En kwart werd Pesach. En was gebruikelijk in zijn kringen om bij de Manishtana, voordat Manishtana gezegd werd, dat het al een inleiding werd gegeven. En die inleiding was in het Jiddisch. Ik zal hem eerst in het Jiddisch, en nogmaals dankzij Rabijn Katsman voor de exacte tekst naar mij op te sturen, want ik kon hem niet exact voor de ogen halen. Wenn der Tate komt daheen van Shol, macht er bald kiddush. Wanneer vader thuis komt uit Shol, zegt hij de kiddush. Kidee de kinder zal er niet einschlafen, zodat de kinderen niet in slaap zullen vallen, hoe zal hem vrengen Manishtana, zodat ze het Manishtana kunnen, de vraag kunnen stellen. En dat was de inleiding die gebruikelijk was in die tijd. Bij de Spallerzede thuis, de kinderen waren bezig, en dat was gebruikelijk dat dat van die manier gezegd werd, en de kinderen hadden dan ook zo geleerd dat de inleiding is, en dat was dus gebruikelijk, maar dat was niet op die manier onderwezen. En de Spallerzede verbaasde zich daarover. En toen had hij later die leraar geroepen, de melammet van de kinderen, had hij hem geroepen en gevraagd, hoe zit dat? De kinderen hebben dat niet geleerd, die tekst die gebruikelijk is. En hij maakte een beetje een soort minachtige gebaar of opmerking van, nou, het gaat toch om Manishtana van die inleiding aan. De kinderen weten al dat ze niet in slaap moeten vallen enzovoort. Nou, die leraar is ontslagen. De Spallerzede legde uit wat de betekenis is van deze zin. Hij zei, wanneer de tata komt daarheen van Shol. Wanneer de vader in de hemel thuis komt. Dat wil zeggen, iedereen is heel hard bezig geweest aan het werk. En ze hebben hun huis geheiligd. Ze hebben voorbereid voor Pesach. Men mag bald kiddush. Kiddush is de kiddush maken, maar kiddush komt ook van het woord heiligen. Dus de Vader in de hemel, Hakadosh Baruch Hu, God wil ons heiligen als het ware, dus ons heiliger maken dan wij zijn in de ballingschap waar wij in leven. Dus ons naar een hoger niveau brengen. Kedee de kinder zal er niet einschlaffen, zodat we niet in slaap, niet in spirituele slaap zullen vallen. Maar Manishtana zullen vragen, de vragen zullen stellen. Dat was de betekenis van deze woorden. Nou, dus er kwam even in mijn gedachten toen die shiur aan het voorbereiden was. En het verhaal van de Rebbe van Tzans. Misschien mag je hier dat verband leggen. Mijn eigen interpretatie dan. Van het zuiver. Iedere letter. Betekenis die we eraan geven. Het moet wel zuiver zijn wat we onderwijzen. We moeten erkennen. We moeten beseffen. Wat de betekenis van iedere letter in het Torah. Van ieder uitspraak van onze gagamim, van onze geleerden, van ieder tekst, in dit geval die gebruikt was in bepaalde kehilot, om dat als inleiding te zeggen voor het Manishtana. Het zuivere inzien en onderwijzen, als we daaraan minachting of het bepaalde gevoel van nou dat is niet zo belangrijk of dat niet zoveel betekenis, dan ondermijnen we datgene wat we onderwijzen. Dan zijn we niet meer bezig met Torah onderwijs, nou weet ik niet, omdat ik mijn brood moet verdienen. Dat er even aan deze gedachte toegevoegd. Dank voor de thee, Ron.
Nog een ander interessant punt. Wat stond er in de Mishnah? Iemand die leert van zijn vriend. Halomet mechavero. Eigenlijk een opmerkelijke beschrijving. Want meestal leer je van je leraar, toch? Ik zie hier nee knikken. Het zijn allemaal leraren, toch? Niet iedereen leert van zijn leraar. Ja, je leert altijd van je leraar. Ja. Maar niet iedereen heeft functie leraar. Maar als je goed luistert naar je omgeving, leer je van iedereen. Oké. Goed. Dus Donald zegt, als je goed luistert naar je omgeving, leer je van iedereen. Klopt. Maar misschien zou het had er ook kunnen zijn als je leert van je leraar en zelfs van een vriend. De Mishnah benoemt een vriend. Dat is oké, je geeft al een punt aan, maar ik ben nog even in de vraag. Een verder punt is, het zou eigenlijk moeten, zou nog voor de hand liggen om te staan. Hamelamet, iemand die onderwijst, dan moet de ontvanger eer betonen. Dat is normaal het systeem. Nou, wat wordt uitgelegd is wat Donald al een beetje aangeeft. Natuurlijk bedoelen we niet alleen als je van een vriend leert. Maar we bedoelen te zeggen ook als je van een vriend leert. Natuurlijk moet je die eer ook tonen aan iemand die officieel de taak heeft om onderwijs te geven. Maar ook aan een vriend. Maar ook, de Mishnah spreekt over de ontvanger en niet over de gever. Zou ook kunnen staan als we de nadruk willen leggen op de vriend. Hagaver, je vriend die jou onderwijst, die jou iets bijbrengt, dan heb jij de taak om eer te tonen. De reden waarom het direct bij de ontvanger, over de ontvanger bespreken wordt, omdat het wil aangeven, zelfs als je iets leert van een ander, terwijl de ander niet bewust is dat hij jou iets heeft bijgebracht. Jij hebt iets geleerd van je vriend, zonder dat jouw vriend jou onderwijst. Zonder dat jouw vriend, je vriend ergens een opmerking geeft of iets vertelt of wat dan ook. Alleen misschien door de manier hoe hij of zij spreekt of door dat manier hoe hij of zij iets doet. Dus het kan zijn dat je iets van een ander leert zonder dat de ander bewust dat heeft gedaan om jou iets bij te brengen. Maar als jij daardoor een inzicht hebt gekregen. Waardoor je ergens anders over bent gaan denken in de positieve zin van het woord. En waar jij dan verder iets mee dat ontwikkelt en daardoor groeit. Al heeft de ander daar helemaal niet bij stilgestaan. De ander heeft zich daar helemaal niet voor ingespannen om iets voor jou te doen. Ook dan is het aan mij, dus als ik dat van de ander heb geleerd, om dat te erkennen en daar eer voor aan de ander te geven en te tonen. En dat wil ik beëindigen met een prachtige geschiedenis van de Baal Shem Tov. Iets geleerd hebbende van een ander. En dan hebben we het over de Baal Shem Tov, grondlegger van het chassidisme. Dat zoveel door de jaren 1 miljoenen mensen heeft geïnspireerd tot de dag van vandaag. En het jodendom heeft versterkt. Wordt verteld over de Baal Shem Tov, dat hij een keer de opdracht kreeg. En Baal Shem Tov had dus Ruach HaKodesh, had God de inspiratie, goddelijke inspiratie. Er werd hem gezegd, ga daar en daar naartoe in het bos, want daar zou je inspiratie kunnen vinden. Er stond daar niet bij, zei, kijk daar naar, daar is een herder in het bos, die God op een uitzonderlijke manier dient. Oké. Dan is hij naartoe gegaan met zijn leerlingen, dan zag hij inderdaad een herder in dat bos. En hij hoorde, hij was in gesprek. En hij zegt, Ribono Shalom, God, u bent zo bijzonder en ik ben zo klein. Ik had zo graag gewild dat ik zou weten hoe ik u moet dienen. Maar ik heb nooit Torah geleerd. Ik weet niet hoe het moet. Alles wat ik kan doen is de talenten die ik heb om daarmee u te dienen. Dus ze waren aan het luisteren. En toen zagen ze dat, je had een shofar. Toen ging hij shofar blazen. Blazen. Met zoveel mogelijk. Tot hij niet meer kon. Shofar aan het blazen. En toen hij helemaal op was. Toen ging hij opnieuw in gesprek. Toen zegt hij, God. Verder heb ik niets anders wat ik u ga geven.
Excuus. Toen ik klaar was met shofarblazen, toen dan toch en daarna weer even weer tot energie gekomen was, weer energie terug had, toen stond hij op en toen begon hij ratslagen te maken en salto's. En God, dat doe ik voor u. Dus dat kan ik. En toen hij dat gedaan had, klaar was, toen zegt hij, God, verder heb ik niks aan u te geven, maar gisteren was ik bij hier in de buurt was een belangrijk iemand, die heeft een feest gegeven en die heeft alle aanwezigen een zilveren munt gegeven. God, die wil ik aan u geven. En hij nam die zilveren munt en gooide het omhoog. En de Baal Shem Tov zei, ik heb nu geleerd van deze eenvoudige herder, eenvoudig dan tussen aanhalingstekens, zeg in het Shema, we zal dienen God begonnen waar we gaan, begonnen af je gaan, we komen op weg gaan met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht. Of emotie, in mijn moddega. Karaktereigenschappen. Ik heb van deze man geleerd hoe God ook echt met liefde en een shomme te dienen. Nou, dus deze man was niet bewust dat de Baal Shem Tov hem zag. Zijn kennis was totaal niet op het niveau van de Baal Shem Tov. Maar de Baal Shem Tov heeft dit gezien en ervaren. Daar moet ik ook van leren. Dames en heren, we gaan de shiur beëindigen.